Hoe ga je er nou mee om als zij bindingsangst heeft? Natuurlijk een vervelende situatie en ja, dat gaat er dan op lijken dat zij niet gemakkelijk met jou in een relatie gaat komen. Dus hoe pak je dit aan? Voordat we de video beginnen wil ik wel een waarschuwing plaatsen, of nou een kleine disclaimer. Ik maak hier twee aannames, namelijk de aanname dat zij niet gewoon het labeltje bindingsangst opgeplakt heeft gekregen van zichzelf of van een ander. Want er wordt al gemakkelijk gesmeten met zulke termen. Oh, je hebt bindingsangst. Terwijl ze was gewoon nog niet helemaal klaar voor een relatie. Ook wordt wel eens gezegd, ik heb bindingsangst. En eigenlijk is het gewoon een excuusje om niet in een relatie aan te gaan. Ik ga ervan uit dat jouw situatie echt er een is van bindingsangst. En dan is de eerste tip. Het eerste wat jij moet doen, dat ga ik inleiden volgens dit gekke Airbnb verhaal. Kijk, een aantal jaar terug, toen was ik nog aan het hosselen in de tijd van Traction Gym, dat alles nog niet zo goed liep. En een van de kamers in ons huis was toen de Airbnb-kamer. En daar kregen we dan wel eens klanten in. Nou, op een bepaalde zomer, toen was iedereen weg. Ik was summer bootcamps geven in Barcelona, waar ik nu ook ben. Hey, leuk. En mijn andere huisgenoot, die was ook pleitos. En toen was er een kerel en die zei, weet je, maakt niet uit, ik kom wel in jullie huis wonen en ik run die hele Airbnb. En hoe de situatie was, het hele huis was nog een puinhoop. En hij ging dat gewoon allemaal, hij ging de kamers, alle drie de kamers werden toen, ging schoonmaken, alles netjes maken en regelde alles voor ons. En hij vroeg er niets voor terug. Nu denk je misschien, oh wat tof. Maar eigenlijk was dat alleen maar raar. Van, wij hadden er een zooitje van gemaakt en hij pikte dat gewoon allemaal op. En dat was natuurlijk heel chill, maar wederom raar. Want je denkt alleen maar, hè, waarom de fuck doet iemand dat? Stel je voor dat ik langskom, ik ken jou net 1 seconde en ik ga heel jouw huis opruimen naar een huisfeest. Oké, chill, maar je denkt echt, wow, die Daan de Ram die is knijtergek. Dus wat is mijn punt hier? Kijk, als jij met een meid aan het daten bent en zij heeft bindingsangst, dan heeft zij een beetje issues. Dan loopt er iets psychisch misschien niet helemaal lekker. Het kan een trauma zijn, het kan iets anders zijn. Er is iets aan de hand. Dus als jij daar dan bij staat met handen uit de mouwen en nee, samen gaan we dit aan en ik wil je juist nog liever dan ik dat al wou, dan denkt zij alleen maar, hè, er is iets een beetje mis met hem. Net als die kerel die heel mijn Airbnb ging regelen en mijn hele huis ging schoonmaken voor niets. Dus het natuurlijke om te doen en het juiste om te doen is ook een klein beetje met argusogen naar de situatie kijken. Ja, ik vind het wel heel leuk, maar vergroot iets meer de afstand in plaats van dat je haar nog liever wil ineens. Want bij haar zal er alleen maar een alarmsignaaltje gaan branden van dit is een beetje gek hoe hij zich nu gedraagt en het is niet aantrekkelijk. Tip nummer 2. En dat is, ga tegen je eigen emoties in. Waarschijnlijk zal het nu jouw neiging zijn, nu zij de boot een beetje afhoudt. Zij is van, bindingsangst, geen relatie, niet te dichtbij komen. Waarschijnlijk vertellen jouw emoties je nu om de leiding te gaan nemen. Om extra zelfverzekerd en gecommitteerd te zijn aan er iets van maken tussen jullie twee. Jij trekt de schoenen aan van, oké. Ik ga wel de passen zetten samen naar deze relatie toe. Want laten we eerlijk zijn, van haar kant moet het niet komen. Het moet ook allemaal van jou komen. Dus de fout die veel mannen dan maken is dat ze gaan denken van, weet je wat, ik begin gewoon in ieder gesprek over relaties. En ik val weer iets, laat iets vallen van, als jij mijn vriendin was, dan zouden we samen naar Italië op vakantie kunnen. En op die manier denk je haar een beetje te persuaden richting die relatie toe. Maar nee, wanneer je heel de tijd op relaties hint, wanneer je misschien zelfs een stommere fout maakt en gaat klagen, of een nog stommere fout gaat maken en je stelt een ultimatum van tegen die tijd, dan moet het duidelijk zijn tussen ons en dan is de relatie ja of nee. Ja, succes, echt. Kus haar maar alvast, gedag, want dit is niet de aanpak die gaat werken. Hoe harder jij gaat pushen richting de relatie, hoe harder zij ook gaat terugduwen en de relatie afhoudt. Dus het beste wat je kan doen is een klein beetje juist de ruimte aan haar geven waarin zij
wat initiatief kan nemen. Dat je misschien eens zegt van weet je, ik vind het heel leuk met je, maar het is gewoon heel leuk en ik heb je niet nodig. Dus als het niet kan nu, dan is dat ook helemaal prima. En dat je wel in contact blijft, maar dat je duidelijk laat weten van ik hoef niet hier de hele tijd naar te pushen. En wat je dan sneller zal zien, is dat zij meer die ruimte gaat opvullen. Wanneer die ruimte er ook is vanuit haar kant. En de belangrijkste tip, die zal ik je nu geven, want dat is namelijk tip nummer 3. Dit is waarschijnlijk de meest belangrijke tip, want nu kom je er ook achter hoe los je deze situatie nou op. Recent, toen had ik een vrouw ontmoet overdag en waren wat gaan kletsen. Waren vervolgens drankjes gaan drinken ergens aan het strand en daar hadden we toen gezoend. Allemaal één lange date, heel leuk, heel gezellig samen. En toen een paar dagen later kwam ze meteen langs en belanden we vrijwel meteen al samen in bed. Het werd allemaal heel spannend, het werd allemaal heel leuk. Maar op één keer, plots was er een knijterharde blokkade. En ik merkte gewoon aan haar van, ja, ze zat gewoon op slot, seksueel. En het ging ook toen verder nergens meer heen. Zeker niet voor die avond. Dus ik vroeg van, hé, wat is er aan de hand? Want ik merkte dat, dat ze een beetje vast zit. Nou, en ze vertelde tijdens die eerste ontmoeting, vertelde ze al over een hele bizarre situatie waar ze eerst in heeft gezeten met haar ex-vriend. Ze had namelijk een 3 jaar lange relatie. En in die 3 jaar lange relatie ontmoette ze nooit echt zijn ouders. Ja, 1 keer maar zijn moeder. Weinig zag ze van zijn vrienden en ze zagen elkaar ongeveer 2 keer per week. Soms 3 keer per week. Nou, wat deze relatie was, was helemaal geen relatie. Want die 3 jaar lang was zij niks anders dan de affaire. Diezelfde kerel had namelijk al 7 jaar lang een relatie met een andere vrouw. En die 2 vrouwen wisten helemaal niets van elkaar. Nou, via kwam dat toen uit. En zijn huidige vriendin, de eerste vriendin, die had toen die kerel zo'n harde smack gegeven dat zijn trommelvlies brak en hij nog maar 10-20% kan horen aan dat oor. Redelijk terecht. En wat is die gast? Dat is een pure narcist. Ja, en die laat wel een litteken achter. Ik bedoel, je wordt gewoon 3 jaar lang keihard voorgelogen vanaf het eerste moment van de ontmoeting door de persoon waar je van houdt. Ja, dat is fucked up. En ik weet niet of dit bindingsangst had bezorgd bij deze vrouw, maar wel een bepaalde angst om je kwetsbaar op te stellen, om weer dichtbij te komen bij een man. Ja, pittig. En als je dit soort dingen niet weet, dan kun je ook niet je inleven in de situatie. Dan kun je ook niet de situatie inschatten, want het is zo fucking situationeel dit. Is zij bereid om hulp te zoeken? Ziet zij dat het een probleem is? Weet ze waarom zij deze angst ervaart? Is ze er actief mee bezig of is zij nog in een soort ontkenningsfase? En dan pas weet jij, wanneer jij erachter komt, hé, wat speelt er nou precies? Pas dan kun je tot een oplossing komen. Hoe je dat doet, dat doe je door veel vragen hierover te stellen. Wees nieuwsgierig, wees niet de therapeut, weet je, ga haar niet proberen te repareren, maar wees nieuwsgierig en stel enkel vragen en je zal tot een antwoord komen. Nu heb ik nog een prachtig artikel voor je waar je meer informatie krijgt over hoe je dit precies aanpakt als jij een vrouw date met bindingsangst. Dus check dat zeker uit voor een uitgebreide gids hierover. Like voor meer video's, abonneer op dit kanaal en zie ik je later. Doei!